Kern van het boek is dat overheden en bedrijven vaak voor compromissen kiezen als het gaat om het maken van beleid, terwijl wetenschappelijk onderzoek in heel, vaak in een heel andere richting wijst. Dus dat je eigenlijk geen compromissen moet, moet aanbrengen, maar juist een beleid moet maken dat behoorlijk hard kan zijn. Uh, hard in de zin van dat mensen misschien zich misschien gediscrimineerd voelen als, uh, als zo'n beleid wordt ingezet. Uh, maar misschien moet je dat toch maar doen, omdat, dat, uh, meer, omdat je daarvan een meer, meer effect kunt verwachten. Men kiest voor compromissen omdat iedereen zich dan thuis kan voelen bij het uiteindelijke beleid dat wordt gevoerd. Um, niemand voelt zich zeg maar buitengesloten, niemand voelt zich tekort gedaan, en dat is dus handig om dat te doen. Dat is prettig, want dan is iedereen tevreden. Mijn aanbevelingen zijn dat men veel meer dan dat men nu doet, eigenlijk kijkt naar wat topwetenschap te zeggen heeft. Um, dat betekent dat wij uh, vanuit de wetenschap ook veel meer aandacht moeten besteden aan communicatie van wat in die topjourns wordt gewonnen. Die topjourns zijn meestal voor mensen die niet in de wetenschap zitten moeilijk leesbaar. Ja, dus het moet toegankelijk, uh, veel meer toegankelijk worden gemaakt. Um, en anderzijds moeten vanuit ministeries en wetgevers... Uh, um, en in het geval van, van bedrijfsbeleid ook bedrijven... veel opener staan voor wat de wetenschap te zeggen heeft. Niet per se op een intuïtie afgaan, maar ook eens zeggen nou, wat, wat, wat vinden we nou eigenlijk als het gaat om beloning bijvoorbeeld? Wat, wat wordt er nu gevonden? We, er wordt nu heel erg uh, nadruk ook gelegd op van... nou, we moeten die beloning gaan reguleren. Nou, we weten bijvoorbeeld als, als de pers heel veel druk zet op, op bedrijven om duidelijkheid te verschaffen omtrent hun beloning en dat ook aan de orde stellen en ook aan de kaak stellen zelfs, dat dan de bedrijven inderdaad oppervlakkig gezien of cosmetisch gezien hun beloningssysteem uh, gaan aanpassen, maar de facto gebeurt er eigenlijk niks Er wordt die beloning helemaal niet aangepast. Nou, als je dus wetgeving maakt kun je exact hetzelfde effect verwachten. Dus wat je beter kunt doen, en dat is wel een gegeven uit onderzoek, is wat je beter kunt doen is gewoon het toezicht versterken. Zodat dus we niet langer een raad van, raad van commissarissen hebben die pas de envelop openmaakt met de stukken op het moment dat ze bij de vergadering zitten. Maar een raad van commissarissen hebben die echt betrokken is bij wat er in het bedrijf gebeurt. Dat betekent dat we heel anders moeten gaan nadenken over hoe zo'n raadsvercommissaris eruit moet zien dan dat we nu doen. En wij stellen vast dat bepaalde wetmatigheden gelden. als het om mensen gaat, of samenlevingen gaat, of bedrijven gaat. En misschien dat we daar ook, uh, ook iets zouden mee, uh, mee willen doen. Nog een klein voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat um, als je mensen net voordat ze een bedrijfsbeslissing moeten nemen. Laat hun laat herinneren aan, uh, aan de tien geboden. En je vergelijkt dat met mensen die je niet hebt laten herinneren aan de tien geboden, maar bijvoorbeeld gewoon hebt laten opschrijven welke boeken dat ze hebben gelezen op de middelbare school. Dat de mensen die je eerst hebt laten herinneren aan de, aan de tien geboden, dat die ethische beslissingen nemen. Die gaan namelijk niet liegen en die anderen die gaan wel liegen. Nou, als, je dat, als je dat nu weet, en je denkt aan dingen als de eet, de, de bank eet bijvoorbeeld, moet je afvragen: van, ja, als iemand dus een eet aflegt, dat doet hij. In zeg maar het jaar 2011 en dan neemt hij in 2013 een beslissing of 2014. Weet hij dan ook dat hij die eet heeft afgelegd? Ja, heel ver in zijn achterhoofd. Maar eigenlijk zou je hem op het moment dat hij de beslissing neemt in 2013, zou hij zich eigenlijk moeten herinneren dat hij die eet heeft afgelegd en dat hij dus ethisch moet handelen. Dus het is dus heel erg de vraag of dat soort dingen gaat helpen. Uit onderzoek zou je zeggen van nee.